mijn vader. Met twee broers en een zusje. Graven in herinneringen van de nu 75-jarige Caroline Muller, die hier aan de Nieuwe Haven in de Dordtse binnenstad in 1967 terechtkomt, na een groot avontuur. Een verhuizing van hun huis in Makassar, in het voormalig Nederlands-Indië, naar hier, zo'n 12.000 kilometer verderop. En dat is in het begin flink wennen. Hier? Oh, nou, helemaal witte benen krijgen we natuurlijk. Dat is februari, hè? Nee, met een korte rokje. Ja. U had geen idee dat het hier zo koud was? Nee, helemaal geen idee. Okay. Helemaal geen idee. Mijn ouders die wonen de eerste verdieping, de grote kamer. Ja. En wij zijn verspreid, de meiden bij de meiden en jongens bij de jongens. Ja. Samen met haar ouders en acht broers en zussen trekt zij in dit contractpension. Een van de plekken waar veel Indische Nederlanders in de periode tussen 1945 en 1970 zijn gehuisvest na de onafhankelijkheid van Indonesië. Museum Het Hof van Nederland staat vanaf 2 juli stil bij de verhalen achter die tijdelijke woonplekken. Ja, dat zijn hele verschillende verhalen. Het gaat onder andere over de reis die gemaakt is van Indonesië naar Nederland. Het gaat over stiekem koken op de contractpensionkamers, omdat het eten, de Hollandse pot, niet lekker werd gevonden. Het gaat over Indo-rock spelen op het grote podium. Dus er komen veel verhalen aan bod. Ook het verhaal van de familie Muller wordt verteld in het museum. Aan de hand van de koffer van de vader van Caroline. Nou, daar is hij dan, hè? Ja. En dat is echt voor jou, Rafael. Mooi hoor. Mooie koffer van opa. Als de vader van Caroline overlijdt, erft zijn kleinzoon Rafael de koffer. Rafael, wat betekent deze koffer voor jou? Nou ja, het is natuurlijk, je ziet het eigenlijk al wat erop staat. Makassar, Dordrecht. Ja. Deze koffer die symboliseert natuurlijk de reis die mijn familie eind jaren 60 heeft afgelegd van Indonesië naar Dordrecht. Ondanks dat Rafael geboren en getogen is in Nederland, staat een groot deel van zijn jeugd in het teken van zijn Indonesische roots. Ik heb er altijd nog wel warme herinneringen aan. Ik kan me altijd nog wel goed herinneren dat het oma aan het koken was en dat ze met z'n allen moesten helpen als ze... Ja. Wat deed ze? Van alles eigenlijk. Pauze maken en spekkoek bakken. Ja. Kwamen die spekkoeken, die kwamen uit de oven en dan ging dat blik open. En dan was het echt met alle kleinkinderen opleiden. En dan deed hij de korstjes uit het bakblik schrappen. Ja. En die mochten we dan hebben. Nou, ga je mee, Tante Lien? Ja. Ik ga hem wegbrengen. Ja. Het verhaal van de familie Muller, de koffer en veel meer verhalen achter de contractpensions zijn van 2 juli tot en met februari komend jaar te zien in de tentoonstelling Indische Nieuwkomers in het Hof van Nederland.